Het is dit jaar precies 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Hoewel Flevoland toen nog niet bestond, zijn er wel verhalen uit die tijd. En Henk van Heerde is van Museum Vollenhoven. Ook daar is een klein museumstukje. Henk, goedemorgen. Goedemorgen. Dat klein museumstukje, wat is dat precies? Het is een draagmedaille die destijds werd gegeven na afloop van de Tweede Wereldoorlog door de gemeente Noordoostpolder aan die meisjes en vrouwen die waarschijnlijk bij het Rode Kruis hebben geholpen om de mannen te verzorgen die werden opgesloten één nacht in Vollenhoven met z'n allen daar onder vreselijke omstandigheden moesten worden verzorgd en die de volgende dag werden afgemarcheerd naar de trein in Meppel om uiteindelijk per trein in Duitsland terecht te komen in de arbeidseinsatz. Ja, dan hebben we het over het verhaal van de razzia in het Nederlands onderduikersparadijs. Dat was de bijnaam van Noordoostpolder. Dat speldje dat ligt in jullie museum, maar kun je het beschrijven? Hoe ziet het eruit? Het is eigenlijk de vorm van de Noordoostpolder. Dus driehoekig, een centimeter of 3x3. Waarbij de plattegrond van de uiteindelijke Noordoostpolder is weergegeven met een beetje de verkaveling erop en de grote vaten die er toen al waren gegraven. Het was van zilver en er zit een speldje aan de achterkant, zodat je het op je blouse of op je trui kan spelden. Oh, en er staat dan op razzia november 1944. En zijn er veel uitgedeeld dan, van die speldjes? Dat weten we niet. Oh. Ik weet van het bestaan van twee van die dingen, en dat weet ik ook nog pas sinds een jaar of 10, denk ik. Er is laatst in een lezing over de razzia was er iemand wiens moeder ook zijn speldje had. En die heeft het dus ook daar verteld. Een van de wethouders van de gemeente Noordoostpolder heeft beloofd om het in het archief na te gaan. En die kwam terug met de mededeling dat er niets van was te vinden. Oh, nou. Je had het over de gemeente Noordoostpolder die speldjes heeft uitgedeeld. Maar de gemeente werd pas later ingesteld. Eerst was er nog een openbaar lichaam van de Noordoostelijke Polder. Zit er daar nu een paar jaar tussen? Ja, we weten niet precies wanneer die dingen zijn uitgereikt. Dus het zou best kunnen zijn dat het is geweest toen de gemeente nog niet eens bestond. Dat zou dan inderdaad een verklaring zijn voor het feit dat er in het archief van de gemeente niks terug te vinden is. Dus er zouden gezocht moeten worden in het archief van, wat was het destijds, openbaar lichaam. Ja, dan kom je bij de Rijksdienst uit, Rijkswaterstaat. Ja. Ja, klopt. Maar er zitten dus nog wel wat gaten in de kennis. Nou zou het misschien wel mooi zijn als die nog opgevuld kunnen worden, toch? Ja, nou, er zitten heel veel gaten in de kennis. Dat heeft al ermee te maken van hoeveel mensen zijn er nou precies opgepakt bij die razzia. De bronnen die variëren nogal. Er wordt gezegd dat het wel 4000 mensen waren. Maar ik kan me niet voorstellen dat er 4000 mensen in één nacht in dat ene schoolgebouw en dat ene nutsgebouw in Vollenhoven opgesloten hebben gezeten. Dan kun je niet voorstellen dat het zoveel waren. Dus we vermoeden dat de cijfers wat overdreven zijn en dat het er ruim 2000, misschien 2500 zijn geweest. Ja, maar ik kan me voorstellen dat, stel mensen horen dit en die hebben zoiets van, oh, maar wacht, ik heb daar nog wel een aanvulling op. Die kunnen zich altijd melden bij u, lijkt me, toch? Altijd. Elke maand dan komen er toch nog weer verhalen ergens vandaan. Ik heb een paar maanden geleden nog weer verhalen gekregen van mensen die ook ondergedoken hebben gezeten en ook betrokken waren bij die razzia. Die zijn nu 90, 95. Oh. 95, denk ik. Ja, het is 75 jaar geleden. Dus ja. dat zijn mensen die graag nog hun verhaal kwijt willen. Ja, natuurlijk. Iedereen die zijn verhaal kwijt wil of het verhaal heeft gehoord van zijn vader of misschien van zijn grootvader. Al die verhalen zijn nog steeds van harte welkom. Ja. De speldjes ook natuurlijk. Uiteraard de speldjes. Ja. Ik had nooit gedacht dat ik nog zou horen van een tweede, maar dat is dus inderdaad laatst ook gebeurd. Nou, prachtig. En we vinden het heel erg leuk om het te laten zien in onze kleine expositie. Ja. Waar het iets dat het COVID-19 virus daar nogal wat een speld heeft tussen gekregen. Zou kunnen. We hebben tijd zat om op zolder te kijken nu natuurlijk. Zeg, we moeten ook nog even hebben over een herinnering van de gemeente Urk. En die hebben een compliment uitgedeeld aan Vollenhoven. Hoe zit dat? Waar hebben we het over? Dan hebben we het eigenlijk over dezelfde gebeurtenis. Want uiteindelijk zijn er ook mannen uit Urk zijn er opgepakt. De hele polder werd leeggeveegd en ja, wisten die Duitsers veel.
Dus ze zijn ook in Urk aan het vegen geweest. Ze hebben daar ook allerlei mensen opgepakt. En zo'n groep van 80 Urkers zijn dus ook in Vollenhoven terechtgekomen. Juist. Wat staat er op dat bedankje? Nou, bedankje. Als bedankje. Je het moet optillen, dan ben je nog even bezig. Want wat is het dan? Marmeren, een grote marmeren gedenkplaats. Nou, ik denk zo'n 35 bij 50 centimeter. En dan een 3 centimeter dik. Er staat op: Urk dankt Vollenhoven voor de trouwe zorg zijn gevangenen bewezen onder Duitse tirannie in november 1944. Juist. En waar hangt die mooie tegel? Die hangt, althans die staat in het Stadsmuseum Vollenhoven. Okay. Bisschopstraat 35 in Vollenhoven. En alleen op het ogenblik is natuurlijk het museum gesloten. Helaas. Maar in het kader van die bijzondere tentoonstelling hebben wij hem weer uit het depot gehaald en ergens neergezet. Hij heeft altijd gehangen in het gemeentehuis van Vollenhoven tot de herindeling in 2001. En toen is de plaat aan het museum geschonken. Goed. Dank voor het verhaal.